Dit jaar was er weer genoeg te doen op Koningsdag. Verschillende rommelmarkten waren te bezoeken en ook buurthuizen organiseerden leuke activiteiten. Het weer zat helaas niet mee, maar dat weerhield de meeste mensen niet om toch lekker op pad te gaan. Ook culturele vereniging Julianendorf Vooruit liet de pret niet bederven door wat druppels. Zij organiseerden verschillende spellen voor de kinderen op het loopuitplein. Clown Sammy mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Meerdere buurthuizen deden dit jaar mee met Koningsdag. Zo besloot ook Stichting Buurthuis Centrum om dit jaar weer lekker uit te pakken. De kinderen mochten gratis drankjes en hapjes nemen en konden genieten van allerlei soorten spellen zoals ezeltje prik, het stokkenvangspel en nog veel meer. Ja, en wat is er vandaag allemaal te doen met jullie? We hebben een glow-in-the-dark disco en ze kunnen spelletjes gaan spelen en dan kunnen ze prijsjes mee winnen. Ja. Het weer ziet niet zo mee, hè? Nee, helaas niet. Maar ja, het is niet anders. Ja, dus jullie hebben het opgelost door de spelletjes gewoon lekker binnen te zetten. Ja, klopt, inderdaad. Gelukkig hebben we een grote zaal waar het allemaal kan. Ja. De Koningsdagmarkt in de Schoten werd 's middags toen het weer wat opklaarde ook druk bezocht. Er stonden weer vele soorten kraampjes en wie zin had in een hapje was ook op het juiste adres. En wat doen jullie hier? Nou, heel veel oude spullen verkopen. Ja, heel veel zooi. Is dit de eerste keer dat jullie staan? Zeker. Ja. En hoe bevalt het? Nou, nou, wij hebben het net als wij hebben het hartstikke gezien. Ja, daar we hebben inmiddels ook al behoorlijk wat verkocht. Ja. Want ondanks de regen waren er heel veel diehards die hier toch gewoon keurig vanaf 8:30 al langslopen. Ja. Wij zijn ons daar erg over verbaasd. Maar ja. Lang leven de Helderse inwoner. Dus nee hoor, helemaal tevreden. MFC De Boerderij zorgde ervoor dat jong en oud zich konden vermaken door een band bij de bar te laten optreden en boven verschillende spelletjes klaar te zetten voor de kinderen. Ik ben snoep aan het kopen en mijn vriendinnen spelen. Leuk, en jij? Nou, ik ben hier gewoon voor de leuk om hier gewoon dingen te kopen. Ja. Ik ben hier al sinds de ochtend. Ja, en wat vinden jullie het leukste vandaag? Dat we een nieuwe oorbel gekocht hebben. Het was weer een geslaagde dag.